Dit is een beetje het meest herkenbare stuk uit de collectie. En die past iedereen, dus ik ook. Mijn naam is Lisa Konno en ik ben modeontwerpster. Ik ben heel erg bezig geweest met mijn eigen Japanse achtergrond door een collectie te maken over mijn vader, die Japans is. Dat was afgelopen jaar en die collectie heette Nobu en die was heel erg geïnspireerd op zijn Nederlandse en zijn Japanse identiteit. Dit is een van de t-shirts uit de collectie en dat is echt een oud shirt van mijn vader zelf. En daar heb ik op een collage manier heel letterlijk Japanse en Nederlandse aspecten op samengebracht. En je ziet hier ook zo'n patch, zo'n karate patch. En dan zit daar omheen een soort goedkeurend lintje, wat ook een beetje die grap is van dat idealiseren. En dat van als het Japanse vormgeving is, dan is het goed, zeg maar zo. Ik vind het vooral ook interessant hoe er op de Japanse cultuur wordt gereageerd. En hoe het Westen kijkt naar de Japanse cultuur. Dat heeft me eigenlijk altijd meer gefascineerd dan de cultuur zelf misschien. Omdat dat iets vanzelfsprekends voor mij was. De vorm is gebaseerd en de stof ook op van die Hollandse regenjasstof. En de binnenkant, de voering, is helemaal gemaakt van de voering van een kimono. Maar dus er zitten die twee materialen in elkaar. Dit is een rokje waar allemaal hele kleine zakjes op zitten die precies het formaat van een visitekaartje zijn. Dat is ook weer een beetje een grapje naar de Japanse cultuur toe, omdat visitekaartjes daar heel belangrijk zijn. Dus in de show had ik er ook al mijn eigen visitekaartjes allemaal in zitten en dan kon het model die daarna uitdelen. Zo. Dit is een stil uit de film Nobu en dat is een korte film over mijn vader. En het ging heel erg over hoe hij het had ervaren om naar Nederland te verhuizen. En hoe hij de hele integratie had ervaren. En in de film draagt hij de collectie die over hem gaat, die ook op hem geïnspireerd is. Hij zei op een gegeven moment wel van, nou, je hebt wel geluk met mij. Want, want bijvoorbeeld zijn broer of zijn moeder zou dat echt nooit doen. Die zijn helemaal weg. Die zijn nog veel meer verlegen. Mijn vader is juist voor een Japaner helemaal niet zo verlegen. Die durft wel dit soort dingen te doen.